Jaap Reesema heeft het nummer geschreven. Dus ja, ik vond dat wel heel, heel, heel tof dat hij dat heeft willen doen. En het resultaat mag er wel zijn. Ik vond het een super coole tekst. Dus ja. Na haar schitterende deelname als vlinder in de Masked Singer heeft Anouk Mato de smaak van het zingen helemaal te pakken. Haar avontuur daar zat er helaas al na 4 afleveringen op, maar ze slaat nu al opnieuw haar vleugels uit en released haar eerste eigen solo-single. En die krijg je exclusief bij Showbiz voor het eerst te horen. Gisteravond dansen we op de tafel, dronken we wijn als water en we dachten niet te laten. Een zeer dansbare en funky track als je het mij vraagt, maar eigenlijk is dat geen wonder als je weet dat de song geproduced werd door haar eigen man Dimitri Vegas. Anouk slaat met dit nummer een volledig nieuwe weg in, want als DJ Metten draaide ze dan misschien al over de hele wereld. Nu ze in het Nederlands gaat zingen, doelt ze toch vooral op het Belgische publiek. Ja, nu is inderdaad gewoon de focus vooral op België en Nederland. Omdat ik eigenlijk al, ja, zoals je zelf zegt, dat internationale, dat doe ik al met mijn DJ-projecten. En dat wil ik ook nog sowieso blijven doen, als Metten dan. Gewoon allemaal DJ-producties en de wereld een beetje zien. En met dit project hoop ik gewoon meer België en Nederland te bereiken. Het is misschien ook wel wat chiller om wat dichter bij huis te werken. Want ja, nu jij ook mama bent en zo, is dat niet meer zo vanzelfsprekend om zomaar even over heel de wereld te gaan draaien. Hè? Hij snapt het helemaal. Dat is inderdaad ook echt een van de redenen waarom ik dit zo belangrijk en goed vind om te doen, omdat ik ben inderdaad mama. Het is niet altijd heel makkelijk om de wereld rond te reizen als je een babytje hebt. En mij dan ook meer op België en Nederland focussen, zou dat ook wel iets lichter en makkelijker maken. Wie met eigen muziek komt, hoopt die natuurlijk ook op de radio te krijgen, maar hier in Vlaanderen is dat allesbehalve een makkelijke taak. Zo ondervond Nathalie Meskes bijvoorbeeld recent nog de moeilijkheid ervan, want haar song werd nauwelijks opgepikt. Hopelijk heeft dan ook dus meer succes. Voel jij jou altijd genoeg gesupport eigenlijk als Vlaamse artiesten? Wel, al in mijn DJ-projecten vind ik dat eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, niet. Dat er toch eigenlijk precies altijd enorm veel nodig is om op de radio gespeeld, gedraaid te mogen worden. En dan Nederlandse artiesten of internationale artiesten, dat draaien ze supersnel, heel gemakkelijk. Maar als Belg zelf zou je inderdaad verwachten dat je echt gesteund wordt door je eigen land. Mm-hmm. En dat is wel soms een beetje jammer. Dus ik hoop dat als het dan in het Nederlands is, dat ze het dan misschien toch gaan willen doen. Ben je zo al eens gaan horen wat de radiozenders ervan zeggen? Ik ben afgelopen maandag bij de Q-ochtendshow langs geweest en ook bij Joe. En daar waren ze eigenlijk laaiend enthousiast. Ik heb ook een nummer al een stukje laten horen. Dus ja, die hadden zoiets van ja. Maar ja, om effectief op de radio te komen, we zullen zien. Hè. Ik vind wel persoonlijk dat dat echt een radioplaat is. Neem ik je mee en dan gaan we twee keer zo hard. Ja, vanavond. Heb je de song eigenlijk ook al aan jouw zoontje laten horen? Ja. En hoe was de reactie? Ik heb het laten horen als vlinder, dus echt in het pak. En ik vroeg wie is dat? En hij zei echt mama. Dat vond ik heel lief. Dat is super cute, ja. En de waarheid komt ook uit de kindermond. Dus als die erop begint te dansen en zo, dan komt dat gewoon volledig goed, toch? Helemaal. Alright, zeg, als je nu alles zou mogen dromen over een mogelijke samenwerking hier in Vlaanderen, wie staat er dan zoal op jouw lijstje? Oh, in Vlaanderen, Clouseau. Waarom niet? Mm-hmm. Ik zou het ook wel heel cool vinden om met Camille samen te werken, omdat hij ook wel zegt dat we zo in dezelfde lijn liggen, zou ik het gewoon wel heel cool vinden om misschien samen iets te doen. En ik moet even denken, Meteor vind ik ook wel een heel topartiest.